70% van de Europeanen woont in een stad of stedelijk gebied. En dat aantal blijft groeien. Steden zijn steeds meer de motoren van de economie. En Europese regels spelen daarbij een rol. Maar soms hebben die regels onverwachte en ongewenste effecten. Zoals onduidelijkheid of lange procedures. De Europese agendastad doet daar iets aan. Op 30 mei 2016 trad minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op als gastheer van de informele ministeriële conferentie over de Europese agendastad in Amsterdam. Er waren vertegenwoordigers van de Europese lidstaten, de Europese Commissie en het Europese Parlement en andere instellingen. Op de conferentie werd het Pact van Amsterdam bekrachtigd. Daarin hebben Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling afspraken vastgelegd voor hechte samenwerking tussen steden, lidstaten en de Europese Commissie. What I propose to conclude is that we with this have now established here, thanks to everybody, the Pact of Amsterdam. Door middel van partnerschappen werken lidstaten, steden, instellingen en experts samen aan problemen als armoede en luchtvervuiling. Zo leren we van elkaar en spelen steden een belangrijke rol bij de toekomst van Europa. Minister Plasterk liet een demonstratie verzorgen van lichte elektrische motorfietsen. Hiermee kun je je snel en milieuvriendelijk door de stad bewegen. De motorfietsen hebben een exclusief Nederlands design. Ze werden natuurlijk uitgeprobeerd. Op de afsluitende persconferentie kregen de media meer informatie over het Pact van Amsterdam en de Europese agendastad. Volgens minister Plasterk is de tijd gekomen voor EU-beleid waarbij steden, lidstaten, de commissie en betrokken organisaties bij elkaar komen en dingen voor elkaar krijgen.